Sascha, een goede tweede helft. De eerste helft was minder. Ja, inderdaad. De eerste helft zaten we niet goed in de match. Hadden een beetje problemen. Misschien een beetje te veel respect. Ik weet het niet. Maar ja, de tweede helft waren we dan steviger in duels. En dan zie je dat je ook hier bij de eerste kansen kunt afdwingen. En dan bijna die 1-1. Het zat erin op een gegeven moment. Ja, absoluut. In de eerste helft hebben we ook al een paar acties gehad in assistende fases en ook uit het spel. En dan ja, jammer met die shot van Nick tegen de paal in de 38e minuut. Dat was misschien, ja, als hij binnen gaat, kan we in de verlenging in of zo. Dan kan de wedstrijd weer alle kanten uit. Maar ja, ik denk in zo'n wedstrijd moet je 90 minuten goed spelen. En vandaag hebben we alleen maar 45 minuten echt op ons niveau gespeeld. En, dus ja, ik had hier 2-0 verliezen. De competitie wordt nu het belangrijkste natuurlijk. Gent komt eraan. Hoe is de sfeer? Ja, de competitie is sowieso belangrijk hè, momenteel in die situatie waar we zijn. De sfeer zit er nog goed. We hebben de tweede helft getoond dat we tegen kunnen tegen iedereen. En ja, die enthousiasme moeten we meenemen naar zaterdag. En dan denk ik dat we daar ook een fijne wedstrijd gaan zien.